Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. De jongste wethouder van Lelystad is een Almeerder. David de Vrede van de SP heeft inmiddels zijn eerste begroting door de gemeenteraad geloodst. En hij is nu te gast in Over Flevoland gesproken, meneer de Vrede. Ja, u bent nu een kleine 2 maanden wethouder in Lelystad. Bevalt het? Ja, goeiedag. Het bevalt me prima. Het is een prachtige stad met veel uitdagingen. En ik denk ook een stad waar we met elkaar absoluut het verschil kunnen maken. Ja, wel een wethouderschap dat natuurlijk behoorlijk onverwacht op uw pad kwam... na het plotselinge overlijden van SP-wethouder John van de Heuvel in juni van dit jaar. Hoe kwam u nou eigenlijk in beeld voor deze functie? Ja, nee, het was heel onverwachts, ook voor mij natuurlijk. Ik was gewoon ondernemer in Almere en voorzitter van de SP-afdeling in Almere. Ja. En toen bereikte onze trieste nieuws van het overlijden van John. En na de rouwperiode is de SP in Lelystad op zoek gegaan naar een kandidaat. En toen zijn ze bij mij terechtgekomen, ook vanuit het oogpunt dat ze het heel belangrijk vonden dat de kandidaat wel of uit Lelystad of in ieder geval uit de regio kwam. En uiteindelijk zijn wij er met elkaar uitgekomen en hebben de leden eerst besloten dat ik de opvolger van John zou worden. Ja. En gelukkig vervolgens instemming van de gemeenteraad gekregen. Ja, dan treedt u dus in de voetsporen van een heel markant bestuurder. Hè, want dat was John van de Heuvel. Is dat niet moeilijk? En u bent natuurlijk een heel ander iemand. U bent heel jong, 29 pas geloof ik. Klopt, nog een weekje. Ik mag het nu nog zeggen. Ja, volgende week word ik 30. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een overgang. Tuurlijk, ja, dat is een overgang. En kijk, ik probeer absoluut niet John te zijn. Wat u ook al zegt, John was een heel markant figuur. Iedereen herkende John wel, liep al jaren mee in de Lelystadse politiek. En ja, kijk, hoe ik hem probeer op te volgen is door in principe zijn werk in ere te houden. Maar vooral niet te proberen om John te zijn, want je kan John niet zijn. En ik ben ook mijn eigen mens, met mijn eigen prioriteiten, mijn eigen achtergrond, eigen kennisgebieden. En ik wil ook vooral zelf invulling geven aan het wethouderschap. Maar daarbij wel respectvol omgaan en in ere houden met hetgeen dat John gedaan heeft. Ja. U moet dat natuurlijk wel doen in een college met een vrij bonte samenstelling. Een beetje rechts georiënteerd toch ook wel, mag ik zeggen. VVD, Inwonerspartij, Leefbaar Lelystad, Mooi Lelystad, Forum voor de Ouderen. En daar zit de SP dan in als enige linkse partij eigenlijk. Is uw partij op zijn plek in deze coalitie? Ja, kijk, ik vind dat is wel allereerst een vraag natuurlijk aan mijn fractie. Maar als ik daar zelf persoonlijk als SP'er op inga, dan kan ik wel zeggen dat ik me er prima in thuis voel. Tuurlijk, je hebt wat rechtsgeoriënteerde partijen. Ook wat partijen die ik meer als middenpartijen ervaar. En daarbij komt natuurlijk ook het lokale aspect sterk naar voren. Het zijn veel lokale partijen. Maar op zich, kijk, verschillen heb je altijd. Verschillen heb je ook als je samenwerkt met linkse partijen. En mijn ervaring tot nu toe deze 2 maanden is dat we heel respectvol met elkaars verschillen omgaan. Dat ieders inbreng ook ruimte heeft binnen de coalitie en binnen het college. Dus ik ervaar tot nu toe de samenwerking als heel prettig. En u zei het al, u bent tegelijkertijd ook voorzitter van de SP-afdeling Almere. Want bent u van plan te blijven, heb ik begrepen. Is dat geen gekke combinatie? Klopt. Nou ja, qua tijdsverdeling is het af en toe wel een uitdaging natuurlijk. Ik ben nog steeds afdelingsvoorzitter van de SP in Almere. En ik ben ook net 2 maanden terug herkozen. Dus voor een termijn van 2 jaar weer. En ik wil dat zeker blijven combineren. En ik krijg daar gelukkig heel veel hulp bij van het bestuur. Maar in het bijzonder van de vicevoorzitter van de SP in Almere. Heel jong talent, Jernie Wijnand, die ook fractiemedewerker is voor de SP in Almere. En heel veel van mijn dagelijkse taken momenteel overneemt. Ja, nou zei u bij het aantreden als wethouder in Lelystad tegen Almere deze week dat u ook van plan bent om u beschikbaar te stellen of kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap in Almere voor de SP. Dat zou dus betekenen dat u over een jaar als wethouder in Lelystad campagne gaat voeren in Almere. Daar heb ik even wat fantasie voor nodig om dat voor mij te zien. Ja, dat snap ik. Ja, nee, daar is over gesproken. Het is ook met elkaar afgesproken dat ik... Kijk, het was natuurlijk een hele bijzondere situatie na het overlijden van John. En ik had ook gewoon mijn verplichtingen in Almere. En we hebben toen met elkaar afgesproken... Kijk, wij zijn allereerst altijd voorstander ervan dat een wethouder komt uit de gemeente waar die zelf woont. Mm-hmm. En andersom.
Er is met elkaar afgesproken dat nu dat deze probleemsituatie ontstond na het overlijden van John, dat ik in ieder geval voor de interimperiode nu van 1,5 jaar het wethouderschap vervul namens de SP in Lelystad. En, maar ook dat dadelijk, als de verkiezingen plaatsvinden, dat de SP in Lelystad weer zijn eigen lokale kandidaat zoekt voor een eventueel wethouderschap. En ik heb inderdaad de ambitie om het lijsttrekkerschap in Almere te gaan vervullen. Ja, dus dit wethouderschap in Lelystad is echt voor een interimperiode. U bent gelijk al belast met een behoorlijk zware portefeuille, hè, gezien de financiële situatie van Lelystad, portefeuille financiën. Ik zei het al, eerst de begroting net door de gemeenteraad geloodst. Dat is natuurlijk niet echt een heel feestelijke begroting met alle bezuinigingen die er nu zijn. Geeft dat dan toch voldoening? Nou ja, kijk, ik kan natuurlijk niet ontkennen dat wij hele moeilijke keuzes hebben moeten maken. Maar kijk, het geld kan maar één keer uitgegeven worden. En dat betekent dat het geld niet aan de boom groeit. En dat je ook gewoon moeilijke keuzes moet maken en met elkaar die verantwoordelijkheid moet nemen. En ik kan me uiteindelijk, ik ontken niet dat we pijnlijke keuzes hebben moeten maken. Maar in het eindresultaat kan ik me goed vinden. Zeker ook na een aantal amendementen die de gemeenteraad heeft aangenomen, waaronder van mijn fractie, om structureel 3 ton te gaan investeren in het opknappen van oude wijken in Lelystad. Mm-hmm. Ja, dat geeft mij toch wel een tevreden gevoel over het eindresultaat, zeker. Maar bent u niet bang dat u straks toch de SP-wethouder bent die voortdurend moet snijden in de voorzieningen, terwijl de SP daar natuurlijk niet is voor opgericht, hè, om de publieke sector uit te kleden? Nee, de SP is er niet voor opgericht om de publieke sector uit te kleden, ben ik met u eens. En dat proberen we ook zo min mogelijk te doen. Zo hebben we vooral ook aan de preventieve kant proberen we zoveel mogelijk in stand te houden. Maar hebt u voor uzelf een ondergrens gesteld? Want dat had John van den Heuvel volgens mij altijd wel, hoewel hij nooit precies zei waar die lag. Maar hij zei, ja, ik heb wel een grens van tot zover kunnen de bezuinigingen gaan. Nou ja, ik denk dat de begroting dat heel duidelijk maakt, waar de grenzen liggen. Kijk, maar volgend jaar komt er weer een nieuwe begroting en dan moet er weer verder bezuinigd worden. En dan verschuift die grens misschien weer? Nee, kijk, mijn fractie en ik hebben zeker een grens. Maar net zoals John laat ik dat ook in het midden. Daar ga ik verder nu nog niet op in. Maar er is wel degelijk, zeker ook vanuit mijn fractie en coalitieverband, een grens. Absoluut. Goed, dan wil ik nog even met u naar een andere actuele kwestie kijken. Want u bent als wethouder ook belast met handhaving. Afgelopen week heeft de gemeente ingegrepen bij de bouwplaats aan het Noorderwagenplein. Inspectie had daar allerlei misstanden geconstateerd. Compleet met bouwvakkers die daar 's nachts gewoon ook sliepen. De gemeente heeft dat nu hermetisch afgesloten. U bent echt heel verontwaardigd over die situatie daar, hè? Nee, absoluut. Ik ben uitgebreid bijgepraat, zowel door onze eigen medewerkers, juristen, inspecteurs, maar ook door de inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie. En er gebeuren daar gewoon dingen die absoluut niet door de beugel kunnen. En uiteindelijk hebben we daarom ook gistermiddag als college besloten om gewoon de bouwplaats hermetisch af te sluiten, totdat de veiligheidssituatie gewaarborgd kan worden. Ja. Zowel voor omwonenden als voor gebruikers, dus bouwvakkers, die aanwezig zijn in het pand. Maar kunt u er nou de vinger achter krijgen wie hier verantwoordelijk voor is? Want uiteindelijk moet die bouw natuurlijk straks weer verder, maar dan moet je in gesprek met de verantwoordelijken. Nee, zeker. We hebben met een advocaat van de verantwoordelijke contact. Maar ik kan niet ontkennen dat er een bijzondere constructie achter het geheel zit. Ja. Ja, een bijzondere maar constructie. Kan daar verder ook ik kan daar verder niet te inhoudelijk in op ingaan, want het onderzoek loopt nog. Zowel ons onderzoek als dat van de inspectie SZW. En het onderzoek van de inspectie SZW kijkt naar heel veel verschillende facetten. Dus van asbestovertredingen tot aan bouwovertredingen, tot aan overtredingen op het gebied van arbeidsmigratie en eventuele potentiële arbeidsuitbuiting. Goed, dus daar spelen heel veel verschillende facetten. Ja, er zal eerst meer duidelijkheid over moeten komen. Wethouder David de Vrede van Lelystad, absoluut. Dank u wel voor dit gesprek. Dit was over Flevoland gesproken en graag tot volgend weekend weer.